Het is René Haken. Hij naar beneden. En als je denkt dat die spelers van VVV vanochtend een stevige trip achter de rug hebben van Venlo helemaal hier naar Utrecht. Dan moet je ook niet onderschatten wat René Haken al voor kilometers gereden heeft vanuit Drenthe vanochtend. Toen was het min 8 toen hij vertrok. Het is inmiddels 2 graden boven 0. Het is bijna prettig, de temperatuur, als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met de afgelopen dagen. Opstelling zoals we die kennen en zoals het de laatste tijd goed gaat. 3 keer gewonnen, 1 keer gelijk de laatste 4 wedstrijden. 1 nederlaag in de laatste 9 wedstrijden. En dat heeft als consequentie dat Utrecht inmiddels terug te vinden is op een 9e plaats. Laatste opbeurende woorden gesproken door Danny Post, de aanvoerder. Met Giacomakis natuurlijk. Hij 21 goals en 1 assist. Ja, hij is de enige die goal maakt. Dus hoe kun je dan aan de andere kant aan assists komen? Dus niet. En we zullen zien hoe dat zich allemaal gaat verhouden met inderdaad een debutant in de ploeg. Anastasios Donis, die ze trouwens gewoon niet Anastasios noemen, maar Tassos. 3 Grieken in 1 team. Dat is een primeur. En die primeur is voorbehouden aan VVV Venlo. Damau. En hier Boussaïd. Warmerdam. Boussaïd. Van de streek vanuit de draai probeert te schieten. Of nu paas is ook goed. Kijken daar of de Amau erbij kan komen. Dat lukt bijna. En nee, iets meer dan een half minuutje spelen. De eerste dreiging van FC Utrecht. Boussaïd, hakje, Warmerdam. Boussaïd gaat de hoek in. Dus is er wat ruimte, onder andere voor Dalmau om iets te verzinnen. Van de streek. Kerk hier toch gevonden. En met hand en tand verdedigd door Post. Balverlies. Slordig gedaan. Dalmau buitenspel of niet? Hoe dan ook. De bal ging er toch niet in. En dan zijn we dus anderhalf minuut verder. En heeft hij al 2 kansen gehad. Of in ieder geval mogelijkheden. Jansen. En Warmerdam. Boussaïd. Dan is het Utrecht dat maar gooien. En er is een ruimte hier voor Maher. Maher, paasje van de streek, uit de draai, schieten. En naast. Corner, Maher, Dalmau komt er niet aan. Weggekoopt, Giacomakis. Dalmau, oh, omdat de Grassa ineens gaat lopen bukken. Ineens was daar de kans voor de spits van Utrecht. Tekort. De bal terug van Boussaïd op Warmerdam. Giacomakis. Giacomakis. Oeh, dit is goed gespeeld. Meshesh. Meshesh. En die schuift hem. Nou ja, het is nog mogelijk. Van Krooi terug. Giacomakis. Maar misschien zat de grote misser wel in het feit dat Meshesh zich over die bal ging ontfermen. Terwijl die voor Tassos Donis misschien beter was. Dan het balletje terug die te kort is. En dan daar had Meshesh misschien van die bal moeten afblijven. Misschien wel zeker. Was hij voor Tassos Donis geweest. Maher met deze corner. Jansen kopt. En is dat Hens? Dat lijkt Hens toch? Nou ja, dan zal daar wel naar gekeken worden. Door Stan Teuben in Zeist. Kerk. Het had er al een schijn van toch? De kopbal van Jansen. Dan is daar de hand van Post, ja, die staat met de rug naar de bal toe, kan niet heel veel zien. En met zijn linkerarm zwaait hij naar buiten. Daar, hij komt er tegenaan. Maar in hoeverre is Post zich daarvan bewust dat die bal komt, daar heeft hij geen weet van. Wat gaat hij beslissen? Wel of geen strafschop? Penalty. Gaat toch op de stip die bal. Hens van Post die er echt geen weet van heeft. Echt niet. Adam Maher krijgt dan de mogelijkheid om raak te schieten vanaf 11 meter. Maher
En ja, en kennelijk had Kiesbaum dat bestudeerd. Dan is het matig ingeschoten. En is dit een goede redding. Maar had Maher hier Utrecht op 1-0 moeten schieten. En is met name natuurlijk Post blij. Ja. Als je steeds dezelfde hoek kiest. En zo blijft het 0-0. Kerk. Ter Avest. Ter Avest. En via Kiesbaum de paal. De kans die er eens ontstond voor Hidde Ter Avest. Rechtsachter. Dan moet Kiesbaum echt nog even zijn best doen. Krijgt dan nog de steun van de paal. Warmerdam. Ter Avest. Boussaïd. Goed. Van der Streek, prima gedaan. Van der Streek, en die krijgt hem niet bij Dalmau. Gelmi werkt weg, meer hoog dan ver. Maar nu dan wel de mogelijkheid voor VVV om eruit te komen met Meshesh. Giacomakis is ook mee. De uitbraak van VVV Venlo, Meshesh. Krijgt de baat eraf, want voor de tweede keer doet hij in een aanval iets wat hij niet had moeten doen. Want natuurlijk had hij Giacomakis moeten aanspelen. Waar hij eerder al de bal speelde, waar hij hem had moeten laten aan Tassos Donis. Wat wijzigingen bij Utrecht, waar Ramselaar en Mahi komen. En ook Moussa Silla staat klaar om in te vallen voor Dalmau. En dus Mahi voor Boussaïd. Een drievoudige wissel. Meshesh. Loopt iedereen bij Utrecht naar achteren, dan is dit de mogelijkheid voor Giacomakis. Oelslegel pakt die bal dan en voor de tweede keer in deze wedstrijd zal Tassos Donis het idee hebben van hij had hem nou aan mij gelaten, vriend. Moet als u daar uitkijken dat ze niet met veel bal bezit, toch weer het onderspit delven in de wedstrijd tegen VVV. En ook zij. We wachten natuurlijk nog op een hele dikke vette kans in de tweede helft. Misschien dat hij dan nu aanstaande is. Dat is hij toch wel met Mahi. En dat is meteen een goal ook. Invaller Mahi opent de score. Nou zaten er nog wel wat mensen aan volgens mij voordat hij daadwerkelijk over de doellijn ging. Maar de opening is er. De 1-0 voor FC Utrecht. Mimoun Mahi. En dan gaat het via het hoofd van Pagonik, denk ik, dat die bal erin vliegt. Dan mag de doelpuntenpolitie zich over gaan ontfermen. Het is in ieder geval 1-0, dat sowieso. Mahi, de invaller. Kerk. Kerk voor het schot. Wat moeizaam tegengehouden door Kiesbaum. Zoveel vaat zat er niet. Dat schot maar. Kerk. Kerk zoekend naar een volgend schot. Dat gaat dan naast via Post. En dus een corner. Twee kansjes voor Kerk. Mahi. Ramselaar was de bedoeling. Swinkels zat daartussen. Silla. Goed door op Ter Avest, balletje terugleggen, balletje op de lat van Kerk. En zo kunnen we inmiddels toch een groot aantal kansen voor FC Utrecht noteren. Dat het bij VVV vaak een beetje blijft hangen in mogelijkheden tot kansen. Nu toch nadat Ter Avest in de eerste helft de paal raakte, nu Kerk die in de tweede helft de lat raakt. Mahi. Sleept hem er langs bij Pagonik. Ramselaar. Ramselaar. En dan had Kiesbaum over geluk niet te klagen net met die actie van Gerano Kerk. Maher. Maher.
Ja, uiteindelijk heeft hij wat ruimte. Oeh, schiet hem op de paal. Wat een waanzinnige actie van Adama. Hè? Hier denk je, waar ga je naartoe, vriend? Nou, hier naartoe. Het lichaam gebruikt door Mahi. Daarmee is hij Koen kwijt. En Ramselaar, randje 16. Nog een keer Ramselaar. Het schot is doeltreffend. Bart Ramselaar met de 2-0. Maar het zo lang duurde voordat daadwerkelijk die tweede goal werd gemaakt, is hij het, Ramselaar, die het goede voorbeeld van een andere invaller volgde. Giacomakis, Oeslegel komt. Moet hij daar zijn? Dat kun je afvragen. En is dit een overtreding van Oeslegel op Giacomakis? Dat denk ik eigenlijk wel. Die keeper had daar natuurlijk nooit moeten komen. Er loopt een verdediger mee. Dus het is een beetje onzinnig dat je daar komt. Nou, de beslissing is gevallen. Hij geeft hem inderdaad de strafschop voor VVV. Voor doelpunt nummer 22 van dit seizoen, Giacomakis. Dit keer schiet hij omhoog. En schiet hij vrij aardig in, zeg. 2-1. Zo, het is al geweldig ingeschoten. Van Krooi, nog een keer terug de 16 meter in. Daar ramt Swinkels van de streek ondersteboven. Heeft Kerk het balbezit. En dan is het links helemaal open. Met Ramselaar, met Mahi, met Silla. En Mahi maakt het af en zorgt voor de overwinning. 3-1 maakt Mahi met zijn tweede van deze wedstrijd. Een eind aan de hoop van de Venlonaren. Mahi en Ramselaar, belangrijk als invallers. Zij verantwoordelijk voor de 3 goals van Utrecht vandaag. Zij winnen in de Galgenwaard met 3-1 van VVV.